drie wijzen zijn dit met vandaag Giepel, Spoel, met Jean Blaute en met Walter Groothuis. En met onze gastheer, Kurt van Egen. Internationaal Congrescentrum in Gent, dames en heren. En u kijkers thuis, welkom bij de Drie Wijzen. Onze kandidaten stel ik aan u voor, dames en heren. We beginnen met Erik Balen. Dag Erik. Jawel, een bijzonder hartelijk welkom. Erik Balen, een drukker uit Drommen hier vlakbij. Getrouwd, twee kinderen, houdt van toneelspelen, squash, tuinieren, voetbal, kaarten. En werken? Ongeveer, ja. Jouw grootste hobby staat erbij? Nu niet meer. Nee? Nee. Nu moet je afdrukken en niet meer drukken. Ja. Nee. Erik, jouw grootste hobby werken. Voor mij ook hoor, als iemand anders doet. Je speelt tegen Luut Kokuit. Dag Luut. Ja. Luut Kokuit is een onderwijzeres uit Assenede, waar ze zo'n lekkere mosselen hebben. Getrouwd, twee kinderen, toneelspelen, aerobic fietsen, reizen met motorhome is haar, of zijn haar hobby's. En waar ga je zoal met die motorhome naartoe? Zover als de motorhome ons brengt. Dus het zuiden van Frankrijk, Spanje. En daarna valt hij in pan. Ik hoop van niet. Nee. Oké. Okay. Luut, het is de vakantie komt eraan. Ik wens je veel plezier. Ik hoop ook dat je 900.000 frank mee naar huis mag nemen. Maar dat hoop ik ook voor Erik. Maar er moet natuurlijk gespeeld worden. En ons eerste vraagje heet Hotdog. Zijn ze met dat katje van plan? Hierop volgt een experiment van hypnose bij dieren. De poes wordt aan het puntje van haar staart en aan haar snor vastgehouden. Vervolgens gehypnotiseerd tot ze stokstijf staat. En tenslotte bovenop de hals van een fles gelegd en ze blijft liggen. Is niet te geloven. Jean. Dat is waar, maar... In dit filmpje is het zo, het antwoord is even eenvoudig als gemakkelijk. Het is een experiment op magnetisme. De minikepoes is opgeladen met statische elektriciteit. Ze wordt omhoog gehouden en boven de poes hangt een magneet die anderspolig is geladen. Men laat de minikepoes los en ze vliegt omhoog tegen dus de magneet. Ze wordt met andere woorden hoogpolig. Ja. Walter. We zien dat de man de kat zo vast heeft. Het is heel boeiend wat er gebeurt. Hij laat ze los. Hij laat ze vallen om te bewijzen dat een kat altijd op haar vier poten trekt. Dat is ook waar. Het is een experiment met op hypnose volgens Guy. Het is een experiment op magnetisme volgens Jean. En een kat valt altijd op haar poten, zegt Walter. Luut en Erik voor 1000 frank. Wat gaan we daarmee doen? De kat valt op zijn poten. Ja, altijd. Ik vind die andere twee verschrikkelijk. Het is heel erg. Ja. Vooral voor die poes. Het is bijna zo erg als foie gras. Erik, kat valt altijd op haar poten. Ja. Kan geen kwaad. Kan geen kwaad, hè. We gaan het nu zien. En een kat valt altijd op zijn poten. Ja. Een weggevertje om te beginnen, maar ja, het is dan ook onze laatste uitzending van dit seizoen, dus extra uw best doen. Een deur moet open, zo begint onze spreuk van de week. Guy, hoe gaat die verder? Een deur moet open of dicht zijn. Ja. Het is steen of tander. Ja. Er is geen tussenoplossing. Op een kiertje. Mm-hmm.
Jij bent een ambetant mannetje. Dat is open, dat is open. Op een kiertje, Is open, ja. Op een kier is open. Guy heeft gelijk. Ja. En als hem gelijk heeft, zeggen we het ook. Ja. Goed geprobeerd, maar we kunnen u daar geen punten voor geven. Nee. Oké. Dan niet. Ja, een deur moet open. Een deur moet open, wil je er doorheen? Want als het dicht blijft, je ziet wat er gebeurt. Ja. En wat betekent dat, Jean? Dat betekent dat de meest voor de hand dingende dingen ook moeten gebeuren. Ja. Een deur moet open, wil je er doorheen? Wat evident is, moet ook met open deuren waar je doorheen kan gebeuren. Walter, zeg het maar. Een deur moet open, wil je een varken kopen? Dat is een oude boerenspreuk. Uit Lier. Uit Lier en omstreken. Je moet de nodige... Lier heeft geen omstreken, Walter. Ik wil dik dat moet ik u dan... Dag, voilà. Pas op, pas op. Ik dacht dat Lier alleen maar omstreken was. Volgens mij is Lier een omstreek. Ja. Ik heb een kaartje ooit eens gekregen van uit Lier en omgeving. Dat was alleen maar omgeving. Ik wil er toch een patent maken dat Antwerpen en Mechelen bijvoorbeeld... Het is ook een beetje kort, het programma. Pas wat. Ja, nee. Wil je een varken kopen? Je moet de nodige stappen zetten, wil je iets bereiken in het leven. De deur moet open, wil je een varken kopen? Ja, je moet. Nee, ik zou het niet zeggen. Een deur moet open of dicht zijn, zegt Guy. Wil je er doorheen, zegt Jean. Wil je een varken kopen, zegt Walter. Erik en Lut. Wil je een varken kopen? Nee, ja? Ja. Goh, ja, nee. Pure gok, hè? Ja, Lut. Jij ook, Erik? Wil je een varken kopen? Jullie hebben elkaar afgesproken of zo? Bedoel, ja. Een deur moet open, wil je een varken kopen? Maar is dat wel het juiste spreekwoord? Nee. Nee, een deur moet open of dicht zijn. Helaas, geen punten, er wordt niet gescoord. En ja, u weet het, in de voorbije 7 weken hebben wij onze jongens voorbereid voor de Mundial in Amerika. De laatste dag van de voorbereiding, we gaan het even meemaken samen met Jan Raas. Dit is de laatste keer dat we terugblikken op de stage van coach W. Het is een moeilijke tijd voor hem geweest. Een portret. Wat denkt u, coach, heeft u uw doel bereikt of niet? Ja, moe, maar gelukkig, laat ik het zo zeggen. Ik mag niet zeggen dat ik niet content ben. Ik denk dat we onze challenger bereikt hebben, dat we dus... Ze hebben het wel bijt. Er zijn zelfs een paar gasten die dus te vaar gaan. Ik pak naar Marske de Grazen, die heeft sommige elementen uit het American Football zo overgenomen dat ik denk dat er problemen gaan komen. Maar in het algemeen ben ik een gelukkige mens. Oké, mannen, kom te morgen, hoppa, la la la. Is er iets waar u spijt van heeft? Taart, hè, Frank. We hadden meer taart moeten nemen. Hè. Ik had nog zoveel willen doen. Ik had bijvoorbeeld een Paul Jones had ik willen doen, feitelijk. Wat is een Paul Jones, feitelijk? Dankjewel, Frank Raas. Wat is een Paul Jones, Guy? Zoals een Jan Raas een tv-sportpresentator is, is een Paul Jones... ook zoiets afgeleid van de man die het voor het eerst heeft gedaan. En Paul Jones was een acrobaat die bekend was om zijn veelvuldige achterwaartse salto's. Mm-hmm. En in het vakjargon
Van de acrobatie noemt men dat een driedubbele Paul Jones. Doe maar eens voor, Guy. Jean. De Paul Jones is een dans waarbij men van, voortdurend van partner wisselt. Is genaamd of genoemd naar een kapitein uit een of andere oorlog. John Paul Jones, die berucht was om zijn avontuurtjes. Hij hield er vele madammen op na. Een Walter Grootaars? Een Walter Grootaars zou het kunnen zijn, ja. Een Paul Jones, dat is een cocktail. Een Amerikaanse cocktail. En dat gaan onze jongens zeker leren drinken als ze in Orlando zijn. Het is 1/3 martini, 1/3 bourbon en 1/3 citroensap. En dat is een Paul Jones. 1/3 kot. Achteraf, hè. Ja. Het is een salto, zegt Guy. Een achterwaartse salto. En Jean houdt het op een dans. Nee, een Paul Jones is een cocktail, volgens Walter. Yes. Lut. Zeker weten. En Erik. Je denkt de salto. Ja. Lut. Ja. Ja. Je zegt er verder niks mee. De dans, Erik? Geen idee. Geen idee, maar goed. Wat is een Paul Jones? Spannend, hè? Het is een dans! Ja. Ja. Een tikkamp. Wat zou dat dan kunnen zijn? Ik weet niet of jullie al hanengevechten gezien hebben. Elke dag. Jean-Luc de Hanengevechten. Het is een vreselijk vredesport eigenlijk. Het is dan ook verboden bij ons. Maar en lekker. Die hanen die krijgen een soort metalen, stalen sporen omgebonden. Mm. En het is dus vechten tot er dood. Mm. Nu, die hanen zijn eigenlijk een soort atleten. Mm. En om die in conditie te brengen, kan men die geen gevechten laten voeren. Want anders zijn ze dood en kunnen ze geen volgend gevecht meer voeren. Wat heeft men daarop gevonden? In plaats van die stalen sporen zet men er een soort bokshandschoenen eigenlijk rond die hun poten. En dat trainingsgevecht van die hanen noemt men een tikkamp. Omdat het alleen om tikken gaat en niet echt om kwetsen. Jean, een tikkamp? Dat is waar, Guy. Maar wat het ook is, het is een vakantiekamp in Nederland. Dat kan je winnen. Als je bijvoorbeeld aan de drie wijzen meedoet, kan je bijvoorbeeld als derde prijs een week naar Nederland winnen. Als tweede prijs twee weken naar Nederland. Als eerste prijs mag je in België blijven. Het is een vakantiekamp waarbij een taak wordt opgelegd en dat is het opschonen van natuurgebieden. En dat is onder streng toezicht van een staatsinstelling. Dat noemt men een tikkamp. Dat zeggen ze thuis om eens weg te zijn nu. Om cola tik te gaan drinken. Ja. Ja, een tikkamp is eigenlijk een kampioenschap zoals een overkampioenschap. Zoals we kampioenschappen kennen van bier drinken, eierlopen enzovoort. Een tikkamp is eigenlijk waar dactylo's bijvoorbeeld tegen elkaar opnemen. Binnen een bepaalde tijd moeten tikken. Een tekst tikken. En dan wordt er achteraf nagekeken hoeveel foute karakters dat ze hebben. En dan nemen ze die met de kortste rok. Zoals altijd. Ja. Een tikkamp heeft te maken met een hanengevecht volgens Guy. Jean zegt het is een vakantiekamp in Nederland. Nee, het is het kampioenschap tikken, zegt Walter. Lut en Erik, een tikkamp. Jij denkt dus de hanengevechten dan met die soort bokshandschoentjes erop? Ik heb echt geen idee. Je hebt echt geen idee, Lut. God, nee. Dat is jammer. Jammer. Wat de moeilijkste het schijnt. Erik? Ja. Ik denk dat het waar is. Jij denkt ook van met die hanengevechten even een tikkamp. Wat is een tikkamp? Een hanengevecht. Nee, sorry, een vakantiekamp. Niks voor jullie, niks komt erbij. Maar hij is we gaan. In vorm vandaag. Ja. Raast. Het is bijna zomer, het is bijna vakantie. Je ziet het, we zijn er aan toe. Maar de Ludo's, die gaan we nu zien. En zij brengen een nummer van Wil Tura. 1, 2, 3. Hallo, wij zijn de Ludo's. Mijn buren hadden graag een zoon gekregen, want meisjes hadden ze een stuk of 9. Toen er weer een meisje kwam, net zoals ieder jaar, zei de dokter, neem het niet te zwaar. Nee, 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 laat hem ook niet gaan en probeer het nog een keer. Dring een beetje aan.
En daar eindigde plots dit nummer. Maar het gaat verder, Guy. Hoe? Nu kennen we pil en condoom als voorbehoedmiddel, maar vroeger kennen we dat niet. En een oud voorbehoedmiddel was wat men in Frankrijk la méthode du gendarme noemde. En dat betekende eigenlijk dat je eerst 3 keer in de lucht moest schieten. En en het vervolg van het tekstje wat er net gezongen wordt is een beetje geïnspireerd op die oude Franse methode. En het gaat als volgt, en probeer het nog een keer, dring een beetje aan. Leg de wapens nog niet neer. Zo. Het nummer komt uit een periode... Dat is juist, het nummer komt, uit een periode. Zeg, kom aan, hè. Laten we de dingen op een rijtje zetten. Hè. Begin de jaren 70 ging het... Dat is een periode. Dat is een periode. Ging het onze nationale wil niet echt goed voor de wind. Hij had een dieptepunt in zijn wiltura zijn. Hij is dan maar bezweken voor de platte commercie en heeft een carnavalsplaat gemaakt met een beetje dubbelzinnige liedjes. Alle 13 schuin heet die plaat. Waaronder het nummer Een banaantje gaat er altijd in, ik vind het sleutelgat niet meer en zo. En dit nummer... Op doet beven, ja. En dit nummer komt daarvan en hij zingt en ik citeer, en probeer het nog een keer, dring een beetje aan, of die zoon komt nimmer meer. Alsjeblieft. Het is Schalkse wil. Walter. Het is eigenlijk, je kent allemaal Wiltura, dus die zal nooit schuine dingen zingen. Hij zingt. Hij zingt gewoon. Nee, laat de moed niet gaan en probeer het nog een keer. Dring een beetje aan, wacht niet op het lenteweer. Leg de wapens nog niet neer, zegt Guy. Of die zoon komt nimmer meer, zegt Jean. Wacht niet op het lenteweer, zegt Walter. Ja. Wat zegt Wiltura? Erik en Lut. De laatste, wacht niet op het lenteweer. Ja. Het heeft toch geen zin, het blijft regenen in België. Of die zoon komt nimmer weer. Dat zijn al 2 mogelijkheden. De Ludo's! Nee, laat hem ook niet gaan en probeer het nog een keer. Spring een beetje aan, leg de wapens nog niet neer. Laat hem ook niet gaan en probeer het nog een keer. Maar hier brengt dat niet veel op. Ik hoop dat Guy de Pré, die we nu aan de lijn hebben, daar iets kan aan doen. Guy de Pré. Dag Kurt, goedenavond. Guy, jij maakt van alles mee in de Pré-historie. Ja, al jaren. Al jaren. Maar vertel eens, wat voor schitterend verhaal heb jij voor ons in petto? Wel, eind vorig jaar, dus eind 1993, met de feestdagen, kerstmis, nieuwjaar, kreeg ik thuisbezorgd in een grote omslag vanuit de Verenigde Staten een foto van niemand minder dan Frank Sinatra. Op zich natuurlijk niet zo'n strafverhaal, maar die foto, daar stond een boodschap bij. To Guy and Tina, wishing you much happiness always, getekend Frank Sinatra. Geschreven tussen 2 haakjes met gouden inkt. Ik wist niet eens dat dat bestond, maar blijkt dus te bestaan. Ik dacht eerst dat het om een grap ging, maar het is dus wel degelijk een authentieke boodschap, handtekening en tekst geschreven door The Voice, Old Blue Eyes liever hemzelf. De vraag is nu, of moet jij die stellen? Nee, stel die maar hier. Je mag het rustig doen. Doe maar. Hoe komt dat, dat ding bij mij terecht? Hoe komt dat ik dat heb toegestuurd gekregen? Dat is heel het verhaal. Guy, ik zal de vraag nog eens stellen. Hoe komt dat ding bij mij terecht? Ik dacht eerst omdat in Amerika kerstdag op 1 april valt. Maar dat is het niet. Iedereen weet dat To Be or Not To Be uit Hamlet van Shakespeare komt. Ja. Nu, Sinatra heeft zich daarop geïnspireerd met het bekende lied To Be Do Be Do. En nu de moeder van Guy de Pré, Georgette, Marie-Louise Koreman, Marie-Louise Koreman, nu 64, heeft vroeger backing voice gedaan, kort na de oorlog, begin jaren 50, voor Frank Sinatra. Vandaar dat Frank Sinatra eigenlijk Guy de Pré kent. Ah.
Kijk eens aan. Zo zit het in elkaar volgens Guy Paul-Soujean. Ja. Nee, het werkt als volgt. Guy de Pré is de man achter de prehistorie. En daar zijn een dozen cd's uitgekomen met hits van toen. En ook Frank Sinatra is daarin vertegenwoordigd. Frank Sinatra heeft zo'n doos toegestuurd gekregen en heeft gewoon als dank daarvoor een kaartje gestuurd van... Sympathieke mensen. Zo van, oh, zo is het met de Frank. Frank, ja. Hij klopt erop of anders krijgt hij een kaartje. Walter. Er is wereldwijd maar één organisatie, fanclub mag je het misschien noemen, die het recht heeft om Frank Sinatra te vertegenwoordigen. Hoofdtitel in Sicilië, ja. Dat is de Frank Sinatra Society. En België, andere landen ook, maar België specifiek, krijgt 2 kaarten per jaar. Aan 2 mensen wordt er elk jaar een kerstkaart opgestuurd. Eén in Vlaanderen, één in Wallonië. Voilà, maar niet elk jaar aan dezelfde. En Guy is één van die 2 mensen vorig jaar geweest. En ik denk het waarom dat hij dat zelf wel kan uitleggen. Mama deed de backing vocals, zegt Guy. Jean die zegt de prehistorie werd daar naartoe opgestuurd en dat was uit dank. Walter zegt het is de Frank Sinatra Society. Ja. Wat doen we daar nou mee? Erik en Lut. Jij denkt dus dat gewoon die box werd opgestuurd van de prehistorie? Ja. En dat was dan het resultaat uit dankbaarheid en jij zegt de Frank Sinatra Society. De zanger over de zanger. Zeg dat nog eens Erik. 2 zangers. 2 zangers? Ja, de ene en de andere. Zoals Walter zei... Je bedoelt dat Walter een zanger is? Ja, ja. Wat is daarmee dat ik niet begrepen? Ja, ik ga het eens uitleggen. Erik denkt dat Walter een zanger is. Nee, ze noemen die ook Old Blue Eyes, maar ze bedoelen wel onder zijn ogen. Goed. Guy, je bent er nog steeds. Ik ben er nog, ja. Vertel het ons. Wel, ik vond eigenlijk alle 3 de mogelijkheden heel erg goed gevonden. Yay! En wat is de vierde? Dat doet er mij aan denken dat ik nog een box met cd's van de prehistorie moet opsturen trouwens naar Frank Sinatra. Ah. En dat van die moeder die in dat achtergrondkoortje zou gezongen hebben, dat is niet eens zo ver gezocht. Want de vader van mijn vrouw heeft ooit nog bandleader geweest, orkestleider. En die zijn orkest heeft ooit Frank Sinatra begeleid. Kijk eens aan. Dat zou ergens nog denkbaar zijn. Maar het was de 3de mogelijkheid. Degene die Walter heeft gezegd. Het zit namelijk zo. Ik maak een programma voor Radio 2 Evergreen. Heet dat met oude muziek van de jaren 30, 40 en 50. Ja. Met uiteraard veel Frank Sinatra erin. En de mensen van de Sinatra fanclub, dus de Sinatra Society, die luisteren daar uiteraard elke week allemaal naar. En die hebben als een soort van bedankje. Erik, je hebt gescoord! Wat zeg je? Dankjewel, Guy, en stuur een kaartje terug. Tot kijk. Goed, we gaan voor de laatste vraag. Gaan we eens even kijken. Ik denk dat hij nog aan het praten is, hoor, Guy de Pré, op dit moment. Ja. Voor 7000, wie gaat er naar de eindronde? Spieses, die zeker. Alles en onteluis. De liefde voor de beest, dat is ongelooflijk. En je weet er geweldig veel vriendschap van hier. Dat is als kannibal. Dat is kannibal. Kannibal. Kijk, stok. Hey, up. Allee. Normaal doet hij het, hè. Dus normaal. Hij springt er onmiddellijk achter. Maar dat is, ja. Dat is verlegen, hè. Dat is de camera, hè. Het is een hele brave beest. Kannibal. Hé. Hey. Kijk, ga nog een keer proberen. Nog een keer, zeggen. Kannibal. Kannibal, allee, pak de stok, ja! Kannibal, weet je toevallig iemand waar dat vandaan komt? Kannibal. Kannibal, hè? Species! Waar vandaan komt het woord kannibalen, Guy? Koreanen, net als Chinezen, hebben een aantal vreemde gewoonten als daar zijn roggelen, spuwen en honden eten.
En net voor de Olympische Spelen stond er waren er in de kranten grote campagnes om hen dat te verbieden. Nu honden eten, dat vonden Westerlingen zo vies dat ze veronderstelden dat die Koreanen en die Chinezen ook wel mensen zouden heten. Nu, het Latijn voor hond is canis, cannibaal. Vandaar. Alsjeblieft. Simpel. Jean, cannibalen. Inderdaad, canis is hond voor bal. Cannibalen zijn volgelingen van de Indische mensenverslindende god Kani Bahal. En omdat men in de 14e eeuw menig mensenoffer bracht om die god Kani Bahal te vereren en te steunen, te sponsoren eigenlijk, is men het menseneten gaan linken naar die god Kani Bahal, vandaar de cannibalen uiteraard. Walter! Dat is waar, maar... Nee, cannibaal komt uit de Caraïben. Want, en nu komt de uitleg, Christopher Columbus die heeft de Caraïben ontdekt. Gertie Christopher Columbus. Die gaf dat eigenlijk de oorspronkelijke naam cannibaal. En de Spanjaarden hebben dat vervormd tot cannibaal. Want zij beweerden ook dat de oorspronkelijke inwoners van de Caraïben dat die mensen zouden eten. Maar het is nog altijd niet bewezen dat het waar is. Maar het komt van cannibaal, de ontdekking van Columbus, en vervormd naar cannibaal. Cannibalen zijn hondeneters, hè, Guy? Ja, Jean zegt het zijn volgelingen van cannibaal. En Walter zegt het komt uit de Caraïben. Lut ja. En Erik, dit is de laatste vraag. En we zitten hier bij de hondeneters, bij Lut, Canis, ja. En bij Erik ook. Spiesens, red ons uit die nachtmerrie. Ik heb hem nu zelf bij zijn mond. Allee, pak dat. Ja, ik heb hem nu zelf bij zijn mond. He. En de cannibaal komt dus van de Caraïben. Van de Caraïben. Maar hij komt niet van de Caraïben. Niet tegen de camera pissen. En niet tegen de cameraman. Ja. Onze winnaar is Erik. En onze verliezer is Luc. Je hebt 1000 frank, Lut. Je hebt een vraag, je moet gehad helemaal in het begin. Maar je moet niet treuren, je moet niet treuren. Dit is de drie wijzenster. Die gaan naar jou een 3 boeken ben ik bij de FNAC gaan halen van Geert van Istendalen. Belgisch labyrinth voor spek en bonen, zegt Tom Lanois. Livior is de poorten van Damascus. En een applaus voor Lut. Erik. Dit is onze laatste uitzending van het seizoen en moet je eens kijken wat er gebeurt als ik hier een tikje geef. 910.000 ballen. Dat is veel, hè? Dat is veel, hè? Min belasting en btw moet er nog 5 op liggen. Het verhaal komt ervan. Erfrecht, ja. Onze wijze. BRT, erfrecht. Start maar. De oudere kijkers onder ons zullen het zich allicht nog herinneren alsof het gisteren was, maar zo'n jaar of 18 geleden was ik een jong presentator van het journaal na een... Waar of niet waar? Na een indrukwekkende briefschrijfactie van de Bond van Jonge en Grote Gezinnen, waarin er de administrateur-generaal op gewezen werd dat om 8:15, toen het journaal begon, toen de kinderen nog op waren, ben ik afgevoerd. Maar bij mijn eerste optreden, wat ik vol spanning had zitten opwachten en kapot van de stress, zat er een enorme bromvlieg in de studio die een geliefkoosde plek had uitgekozen, namelijk mijn neus. De bromvlieg. Dus mijn eerste televisieoptreden, tenminste in het journaal, werd verstoord door een soort van bromvlieg die absoluut op het puntje van mijn neus wou landen. Ja. Het is nooit meer goed gekomen. Erik, waar of niet waar? Jij denkt dat het waar is? Gaan we meteen door naar Jean. In tegenstelling tot sommige andere goddelijke personen ben ik mijn openbaar leven begonnen op 5-jarige leeftijd. En dat gebeurt... Experiment in de kliniek. Experiment op magnetisme. Als cannibahaal was een schuilnaam toen. Als voer voor cannibahalen. Met slechte smaak dan toch? Er was in mijn geboortedorp een
Zottegem, zeg het maar, Zottegem. Ja, zeg het maar. We moeten er durven vooruitkomen zo. Ja, lach maar, lach maar. Ik heb ook mijn gevoelens. Daar kan ik niet meer lachen, dat vind ik erg genoeg. Ja. Ik heb daar op 5-jarige leeftijd deelgenomen aan een zangwedstrijd. Een zangcrochet heette dat. Aangemoedigd door mijn grootouders. Voor de kermiskoers was hij toen nog wat jong. Ja. Bla, bla, bla. Al zingend crocheteren, wil dat zeggen. Bla, bla, bla. En ik zou daar het nummer brengen, Café zonder bier van Bobby Aanschoepen. Toen ik daaraan kwam in de zaal, was ik zodanig onder de indruk van het volk en de mensenmassa en zo. Ik ging aan de rokken van mijn grootmoeder hangen van, ik durf niet, ik durf niet, ik durf niet. En mijn Peter zei, durft je wel als je een masker zou op hebben? Want ik verkleedde mij nogal veel thuis. En ik had zo een chartelle, hoge hakken. Dit is ook een masker hoor. Ja. Na 12 uur zit hem dat af. Dat is nog erger. En ik had zo een masker van Charlie Chaplin. Dan... Veel verschil maken er tussen niet uit. Dus mijn Peter ging dat vlug halen. Ik zette dat masker op en besteeg het podium. Maar ik had ook mijn muziekinstrument bij en dat was de blokfluit. Want midden in het nummer zou ik daar een klein solootje op het beste geven. En ik begin dus het nummer van Bobby Aanschoepen te zingen. En uiteindelijk komt het spannende moment van de solo aan. En blijkt dat die blokfluit toch moeilijk door dat plastieke gaatje dat manipuleren is. En toen is dat accident met zijn tanden gebeurd. Dus dat was een zeer pijnlijke situatie die geëindigd is in tranen en in het verlaten van het podium. Erik, waar of niet waar? Ik denk dat dat waar is. Je denkt dat het waar is. Walter! Mijn verhaal is heel spannend, heel boeiend. Oh ja, heel... als je vooraf zegt. Je moet heel goed opletten op elk detail. We hebben er juist dat filmpje gezien met spices. Mm-hmm. We hebben die hond gezien. Mm-hmm. Dat is de mijne. Waar of niet waar? Mijn hond, ik was daar toch, bij die opname. Je denkt dat het waar is? Voor 900.000 frank. Roefel, 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 roefel. En we gaan beginnen met... Guy. Was jouw verhaal waar of niet waar, Guy? Het was waar. Kijk eens aan. Een bromvlieg op de neus van Guy moet kunnen. Walter, was jouw verhaal waar of niet waar? Mijn verhaal was niet waar. Geen paniek, ik ben ook nog aan de beurt. Je kunt nog winnen, je kunt nog winnen. Ja. Want als zijn verhaal 2 keer waar is, heb je gewonnen. Dat maskerje op je hoofd. Nee, dat was voor niets nodig. Ja, je ziet het, hè. Het is niet altijd gemakkelijk. En ook niet voor deze laatste uitzending. Blijft het geld in de kas, Erik. Dit is de 3 wijzensterren voor jou. En dit is een fantastisch applaus van ons 1000-koppig publiek. Dames en heren, aan het einde van zo'n seizoen is het altijd weer een pijnlijk moment. Maar we gaan allemaal lekker in de zon liggen en we zien elkaar terug in september. Ik hoop dat u er weer bij bent en een prettige vakantie. Tot in september.